de drank is in de man, is de wijsheid in de kan. Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt hij wel. Haastige spoed is, je maakt deze spreuk vast moeiteloos af. Maar weet jij wie hem bedacht heeft? Het is Jacob Cats, de eerste dichter die in het Nederlands schreef. In de 17e eeuw was dat bijzonder. Alles werd in het Latijn geschreven. Cats heeft ruim 13 jaar in Dordrecht gewoond en gewerkt. Deze periode heeft veel voor hem betekend. Hier was hij een gewaardeerd pensionaris. Hier schreef hij zijn beste werken. Tot ver na zijn dood stonden in veel huizen twee boeken. De Statenbijbel en een boek van Cats. Cats staat nu bekend als de volksdichter met het vermanende vingertje. Maar stel je de impact voor die zijn gedichten moeten hebben gehad op de gewone mens 400 jaar geleden. Kijk om je heen en wis alle informatie die je ziet. En bedenk, het was normaal dat je informatie kreeg via hoge personen die de Latijnse teksten konden lezen. Toen kwam Cats en hij dichtte in het Nederlands omdat hij vond dat de gewone mens zelf teksten moest kunnen lezen. Met zijn spreuken en gedichten hadden de mensen ineens een eigen bron in handen waar ze uit konden putten. Hij schreef veel en over allerlei onderwerpen. Over kinderen, natuur, werk, verliefd, verloofd, getrouwd en gezonde levensstijl. Hij was de enige die dit soort boeken schreef. Dat is nu moeilijk voor te stellen. Wij kunnen kiezen uit tienduizenden boeken, van wel duizenden schrijvers. Maar toen was dat niet zo. Toen waren de gedichten van Cats een belangrijke informatiebron voor de gewone mens. Ik smeek u, vader, zo goed als ik kan. Maak van mij geen gedwongen man. Men dwingt geen mensen tot de trouw. Men sleurt geen vrijers mee aan de mouw. Men vrijt niet met tegenzin. En gedwongen zit er geen liefde in. Het vrijen is een vrije zaak. Of anders is het zonder smaak. In dit gedicht is Cats zijn tijd ver vooruit. Het gedicht is nog steeds actueel. Veel van zijn gedichten zijn dat. Of ze zijn makkelijk in onze tijd te verplaatsen. Neem het gedicht Tafelwetten. Zorg dat je nooit iemand onderbreekt. Vooral niet wanneer een wijze iemand spreekt. En lees aan tafel nooit een brief. Ook al kwam hij van uw hartendief. Vervang brief de mobiele telefoon en je begrijpt in één keer Jacob Cats zijn punt. Ook in de 21ste eeuw vinden we etikettenregels, omgangsregels nog steeds heel belangrijk. Zo belangrijk dat er echt nog steeds dikke boeken over verschijnen. We hebben hier het boek van Beatrice Ritsema. Zij schreef het grote etikettenboek. Ze schrijft columns over dit onderwerp in het dagblad Trouw. En we kwamen een brief tegen en die ging als volgt. Het ging over een jongen van een jaar of 17 en die had verkering met een meisje. Maar hij ergerde zich aan haar tafelmanieren. Zo zat ze bijvoorbeeld op haar hand tijdens het eten en harkte zo'n beetje het eten naar binnen. Beatrice adviseert de jongen dat zijn meisje toch echt tafelmanieren moet leren, wil ze hem als geliefde houden. De gedichten van Cats nodigen uit om na te denken over de betekenis ervan. 400 jaar geleden en nu nog steeds. Cats liet bij zijn gedichten tekeningen maken. De tekening moest de betekenis van het gedicht versterken. Elvira van Bochhoven heeft in 2018 een muurschildering gemaakt bij zijn spreuk: elk vogeltje zingt zoals het gebekt is. Op haar schildering maakt de aalscholver een soort nest van zijn staart waarin kleine vogeltjes zitten. Deze zijn getekend door kinderen uit de wijk. Van Bochhoven kiest dit beeld om te laten zien dat we allemaal vanuit onze eigen achtergrond en aard meebouwen aan de wijk waarin we wonen. Tegenwoordig leggen we de spreuk, net als Van Bochhoven, uit als ieder mens is uniek. Maar Cats bedoelt er iets heel anders mee. Luister. De vogels zingen in het veld, zoals hun bek is afgesteld. Vindt u een vogel plat gebekt, weet dan dat hij naar het water trekt. En omdat hij in de modder vroet,
is zijn stem nooit zoet. Let op wat er gebeurt als hij overstapt op de mens. Het is anders met de mens gesteld dan met de vogels in het veld. De mens heeft een mond, maar die heeft geen enkele grond. Want de een spreekt vanuit een zachte geest en de ander brult net als een beest. Want wat er bij ons geschiet, komt uit onze monden niet. De mond is maar een aspect. Het is het hart dat het woord verstrekt. De mond die bidt, de mond die scheldt, al hoe het van binnen is gesteld. Dus als u slechte dingen spreekt of vinnig met uw tong steekt, begrijp dan dat u in uw gemoed een slecht en gruwelijk monster voedt. In dit gedicht legt Cats zijn vinger op de eigen verantwoordelijkheid van de mens. Vogels kunnen hun gezang niet kiezen, mensen wel hun woorden. Ja, best zware kost, die gedichten van Cats. En moeilijk te lezen. De gedichten zijn geschreven in het Midden-Nederlands. Ik heb geprobeerd om dat te hertalen naar het Nederlands. Erg leuk om te doen, maar soms kom je woorden tegen die wij tegenwoordig niet meer gebruiken. Zoals bijvoorbeeld het woord baggen. In een van zijn gedichten gebruikt Jacob Cats het woord baggen in de zin: een vrouw die haar beste dracht, haar deugd en niet de baggen acht. En ik had geen idee wat het woord baggen was. Dus ik ben het op gaan zoeken en ik kwam een beetje uit in de richting van juwelen. Uiteindelijk heb ik gekozen voor het woord edelstenen. Cats heeft ook veel spreuken verzonnen. Spreuken die we nu nog kennen en gebruiken. Dordtse bewoners zijn tijdens de ode aan de synode uitgenodigd om nieuwe spreuken te maken. Het werk van Cats is veelzijdig. Spreuken, korte en lange gedichten, met het vermanende vingertje of met een kwinkslag, ver zijn tijd vooruit of conservatief en behoudend. Zijn werk is het waard om nu nog te lezen. Lees zijn gedichten voor, dan begrijp je ze beter. Zoek er moderne gedichten of teksten bij, dan ontstaan er interessante gesprekken. Bedenk eigen spreuken, dan breng je er een luchtige toon in. Wil je zelf aan de slag? Wil je ook voorlezen uit het werk van Cats?